ADO Den Haag werkte vandaag de laatste training af voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Die vrijdag wordt gespeeld tegen FC Utrecht. Een aantal spelers is pas op het laatste moment van de voorbereiding aan de selectie toegevoegd. Heeft trainer Fons Groenendijk voldoende tijd gehad om de ploeg naar zijn hand te zetten? Nou, nog natuurlijk niet zo heel erg. Normaal gesproken heb je daar wat langer de tijd voor. Maar goed, bij ADO is dat niet zo in de voorbereiding. Goed, daar maak ik geen enkel probleem van. Alleen, we zullen daardoor wel met wat vragen zitten ten aanzien van morgen. Toch is Groenendijk al overtuigd van de kwaliteiten van zijn nieuwe spits Björn Johnson, die pas een week bij de selectie zit. Maar of we dat morgen direct op het veld gaan terugzien, is nog maar de vraag. Een prima spits is voor ADO. Maar dan weet ik ook wel dat hij pas 4-5 keer getraind heeft bij ons. Dus het is een moment morgen waarin we gaan kijken van nou, laat me zien. Ik heb ook gezegd, veel plezier en ga die dingen doen die je goed kunt. En ik weet zeker dat je ons gaat helpen dit seizoen. In de rug van aanvaller Johnson speelt Lex Immers, die weer terug is op het oude nest. Volgens de trainer is hij topfit. Het is een jongen die in de voorbereiding al heeft laten zien dat het een absolute meerwaarde is voor ADO. En ik heb hem hier weg zien gaan. En ik heb hem nou terug zien komen. En hij is beter geworden nog. Hij is explosiever geworden nog, vind ik. Is meer een leider geworden in het veld ook. Je ziet gewoon dat hij in de top heeft gespeeld. Dan naar de wedstrijd van morgen. Wat kunnen we verwachten van FC Utrecht? Die vechten altijd tot de laatste minuut. Ja, daarbij hebben ze ook altijd een speelwijze natuurlijk die veel clubs voor problemen stelt. Als je daar heel erg aan gaat aanpassen, dan vind ik altijd dat je jezelf tekort doet. En ik ga liever uit van eigen kracht en eigen kwaliteit. En dan zullen wij proberen om Utrecht voor een probleem te zetten. Dat kan alleen als je vanaf het eerste fluitsignaal scherp bent, vindt ook de altijd strijdbare verdediger Tom Beugelsdijk. Wij moeten gewoon zorgen dat we thuis hier gelijk vanaf minuut 1 er staan en dat we gewoon vol aan de bak gaan. Vorig jaar hebben we het Utrecht ook in de Galgenwaard hebben we het heel lastig gemaakt, dat we 3 punten moeten hebben. Bij ons is het niet minder geworden, dus laat maar komen en we gaan gewoon hier aan de bak. Gewoon de tegenaan, niet zeuren? Nee, precies, gewoon de beuk erin.